De nachtzoen. Het woord is hees geworden, zei Kees Fens ooit. Maar deze nachtzoener heeft de gave van het woord. Iedere nacht bidt hij het brevier. Vanavond doet hij dat voor ons. Deze nachtzoen krijgen we van hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Wat deed jij als jongetje bij de mis op zaterdagavond? Dat verhaal dat heb je gelezen. Ja, dat is interessant. Ja, goed, ik ging in het dorpje waar wij woonden op mijn fietsje naar de kerk, een half uur van tevoren. Het was daar helemaal donker en dan kwam de koster, die kwam heel... Ja, in die donkerte kwam hij een heel klein lichtje maken door een kaarsje aan te steken. En dat werden er meer. En soms was er ook sprake van wierook. Dus dan werd die hele donkere ruimte werd ineens heel licht en heel sacraal. En er kwamen op zaterdagavond bij ons uit het dorp, dat was een heel boerendorp. Wij waren de eerste import daar eigenlijk. Daar kwamen de gedouchte boeren, waar toch nog een beetje de geur van shampoo, maar ook de geur van... het land aanhing, die kwamen daar in die kerk binnen. En daar vermengden zich dus de sacrale kleuren en geuren met de geuren en kleuren van het land. Dat vond ik fascinerend, dat hemel en aarde zich zo in dat dorpje konden raken. Ja, en dat was de grote teleurstelling. Als de bel ging, dat gaat zo in de katholieke kerk, dan gaat de bel en dan begint de mis. En dan werd er gepraat en dan ging ik weg. Dat vond ik niet mooi. Kees Fens heeft wel eens gezegd, het woord is hees geworden omdat er zoveel gesproken werd in de kerk. En dat had ik, aan het begin van de liturgie had ik dat ook. Na de hand ben ik wel blijven zitten. Maar dan kwam ik terug en dan zei mijn moeder, maar moet jij niet daar blijven? En dan zei ik nee, want men begon te praten. En ik hoorde mijn moeder nog zeggen, ja, ze is nu heel oud. Echt in de herfst van haar leven. En ze zei, nou, dat wordt nog wat met jou. Die dacht, die valt natuurlijk in no time van zijn geloof, maar ik ben toch maar mooi. Godgeleerdheid gaan studeren. Dus maar dat was mijn zaterdagavond. Ik was een jaar of 8, 9, denk ik. Gefascineerd door die vermenging van sacraliteit en boerenland. Die herinnering, ik weet niet, dat zal een kras op in mijn hersenen hebben veroorzaakt. Want ik daar is toe te herleiden dat ik in kerken uren stil kan zitten. Terwijl ik van karakter best... opvliegend ben misschien of ongeduldig. En daar kan ik uren stil zijn. En überhaupt ook aan de randen van de dag ben ik stil. Ik sta heel vroeg op, om 1 uur of 5. En dan mediteer ik eens wat. En dan, laat ik eerlijk zijn. Ik bid dan heel klassiek het brevier. Dat hoef ik niet te doen, want ik ben geen priester. Maar dat schept ook een idee van verbondenheid met alle mensen die het op dat moment wereldwijd en gedurende 2000 jaar, of nou, 1000 jaar zo hebben gedaan. Dat is een soort... sensus catholicus die daardoor zich ontwikkelt. Hè? Het slot van de complete aan het eind van de dag is bijvoorbeeld noctem quietam et finem perfectum concedat nobis deus omnipotens. Dus een volmaakte of een rustige nacht en een volmaakt einde. Dat is op zich wel heel mooi dat in één adem wordt genoemd aan het eind van de complete. Mogen ons de almachtige God vergunnen. Voor iemand die ouder is dat natuurlijk prachtig, omdat een rustige nacht gelijkgeschakeld wordt met een goed einde. En als je dat nou maar dag in dag uit bidt, dan ben je veel minder bang voor de dood, omdat de dood wordt gelijkgeschakeld. Niet cognitief, maar meer emotief. Het zakt natuurlijk een beetje in met een goede, zachte nacht. Daar is natuurlijk heel goed over nagedacht bij die breviermakers 1000 jaar geleden. Mooi hoor.